René Kreeft, uh, jullie willen als werkgroep stad, stad en Bestuur in gesprek met de stadsdelen over vuurwerk. Hoe gaan die gesprekken eruit zien? Nou, wat mij betreft, wat ons betreft moet ik misschien zeggen, uh, worden dat hele levendige gesprekken. Omdat eigenlijk uh, iedereen in de stad wel uh, iets vindt van vuurwerk. Uh, en nou goed, uh, vanuit de burgemeester is ook de gedachte gekomen die wij ook als uh, raadswerkgroep uh, breed te ondersteunen uh, om uh, ja, toch uh, eens te kijken hoe je vuurwerk ook vuur, uh, toekomstvaster kunt organiseren. Ja, en dan zul je toch ook uh, met z'n allen willen ophalen uit de stad uh, hoe daarover gedacht wordt. Mijn droom is een beetje, en ik hoop dat dat gaat lukken, dat mensen elkaar aan die tafel zien, die elkaar nog nooit gezien hebben en die toch niet alleen een goed gesprek hebben over vuurwerk en elkaar begrijpen, maar ook zeggen, nou ja, als ik dat nou allemaal heb afgewogen, dan denk ik dat dit het meest eerlijke voor iedereen is. Wat nou als er alleen maar mensen naar die gesprekken komen die tegen vuurwerk zijn, die zeggen we willen dat niet? Dan krijg je voor de stad bijvoorbeeld een vuurwerkverbod. Nou, ja, nou ja goed, die kant op zou het kunnen gaan. Maar nogmaals, als jij dus uh, als uh, wijkbewoners, uh, die kleine actie, om bijvoorbeeld via Facebook of Instagram, uh, wij zijn nog aan het zoeken hoe we dat op een goede manier faciliteren. Als je zeg maar, je kennis of je keuze kenbaar maakt, ook al kun je niet op zo'n avond zijn, dan is jouw keuze wel meegenomen. En dat wordt natuurlijk wel gewogen. Meepraten, dat is geen experiment, want dat doen we al lang. Zelf beslissen. Zonder ons nodig te hebben, waarbij wij helpen om het gesprek eerlijk en goed te voeren. Dat is het experiment. Jullie leggen dus nu de keuze bij de mensen in de Enschede neer. Uh, zij mogen beslissen en als raad gaan jullie luisteren. Ja, dat is ook eens een keer iets anders. Dat is toch ook wat wij als werkgroep, raadswerkgroep, stad en bestuur ook naar voren brengen... in een vernieuwingsagenda op een aantal andere onderwerpen... Maar goed, dit is ook een heel mooi onderwerp waar in ieder geval uh, iedereen in de stad doorgaans wel een beeld of een mening uh, over heeft. Dan is dit ook een hele goede. Wat wel zo is, en ja, daar gaat het leven toch over, dat je elkaar verstaat, begrijpt, opzoekt, dat je niet langs elkaar heen leeft. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat je in nauwbeschap, waar we heel goed in zijn, dat je dat handen en voeten geeft, ook bij vuurwerk. Dus volgend jaar met vuurwerk kan het er helemaal anders uitzien. Per stadsdeel een heel mooi uh, vuurwerkfeest. Uh, maar dat kan per stadsdeel versch uh, verschillen. Uh, en als het goed is, en daar hopen we op, met de duimen omhoog, zeg maar, uh, gedragen door uh, de hele uh, wijk. U woont zelf in Noord. Als u als inwoner mee zou praten over vuurwerk, wat zou dan uw standpunt zijn? Ja, dat is een hele gemeene vraag. Want ik moet natuurlijk nu gewoon mijn mond uh, houden. Uh, en uh, ik. Uh, jeetje. Dan nou weet je wat, in ieder geval zou ik wel zelf zeggen: eh, we ruimen samen de straat op. Dus dat moet ik nu al eh, doen. 1 januari pakt u de bezem. Ik pak 1 januari de bezem.